Okie dokie, daily challenge tijd. Laten we eens gaan kijken wat de wereld te bieden heeft vandaag. Dit... Oh, dat is Engeland. Had ik niet verwacht. Oké. Ik zat aan Frankrijk te denken. Maar goed, Engeland is natuurlijk ook een mogelijkheid. Een hele goede mogelijkheid. Ja, nou... Het is niet alleen een hele goede mogelijkheid. Het is de enige mogelijkheid, dus... Wat dat betreft... Even kijken, hè? Misschien dat hier. Want het lijkt me een landscape... ding. Nope. Tenminste, ja, dat is het wel, maar... er staat geen naam bij. Deze kant van nog maar op, hè? Ja. Glasgow. Ik ben heel eerlijk, dat had ik niet verwacht. Maar goed. Ik had toen net ook al niet verwacht dat het... weet het? Engeland zou zijn. Nou, technisch gezien is het ook niet Engeland. Technisch gezien is het Schotland. Maar goed, we rekenen het maar goed, zeg maar. Hebben we hier een naam van de straat of niet? Want dit lijkt me een hoofdweg enigszins te zijn. Westerhouse Road. Even kijken. Gaan we inzoomen misschien. Ja. Ja, stilte. Ik weet het, maar dat komt omdat ik geprobeerd geconcentreerd bezig te zijn, maar goed, dat dat is niet altijd een optie, zeg maar. Nou, daar is best wel een soort. Acceptabel. Nou, de pare. Puerto Rico, wellicht. Ik denk het wel. Ja. Ik wil hem iedere keer op de Dominicaanse Republiek zetten als ik inzoom op Puerto Rico. Of op dat gebied, zeg maar. Oh. We zijn in de... In de dingen terechtgekomen. In de Void. Calle González, Calle Amelia Martin. Ja, dan zal ik toch echt wel eerst een hoofdweg moeten hebben. Zoals deze. Dit lijkt me een hoofdweg te zijn. Enigszins. Maar... Wat? Calle Aguada.
Calle Aguada. Waar staat die? Ik denk dat ik hem wel ietsje verder moet inzoomen. Veel avenues. Dat is altijd wel jammer. Als je het niet vindt. Ja, we zullen het zo zien. Sure. Dit lijkt me Laos te zijn. Ik ben me niet te vergelijken. Het komt namelijk heel bekend voor. Het is inderdaad Laos. Maar... Luang Prang is... Ik heb gewoon gelijk, wauw. Lime Road. Kijken of ik hem beter kan te pakken krijgen. Ja. Sakka Lime Road. Hoe ver moet ik inzoomen om de straatnaam in godsnaam te zien, jongens? Ze zijn gewoon niet zichtbaar. Dat ken ik natuurlijk ook. Dat is iets minder. Sisavangvongroad. Oké, dus ik heb 2 wegen nou. Oké. Dit is naar het noordachtige toe, dus het zou dan inderdaad hier zijn. Sakka Lime Road, oké. Terug naar de start en Tamak Lot Restaurant. Dat zit aan de deze zijde volgens mij, als ik het goed heb. Maar goed, wie weet hoe oud dat dit is, dus... Oh wauw, 5000. Jeetje. Oh dang. Ik zat er echt bovenop, zeg maar. Estland, Letland, Litouwen. Kan ook heel teleurstellend Rusland zijn. Ik hoop het niet, zeg. Ik heb nou zo'n goede ronde achter de rug verlopen, dat het wel enigszins teleurstellend zou zijn als het Rusland zou zijn.
is het niet? Pukuli. Waar heb ik die naam? Waarom komt die me bekend voor? Excuus. Ik ben een beetje... Ja, nou. Laten we daar maar niet overheen gaan. Ja, zullen we dat niet doen? Ik denk dat het heel verstandig is. Ik zou denken dat het in ieder geval deze zichtbaar zou moeten zijn als je goed genoeg zoekt, zeg maar. Sorry, het is weer hetzelfde als de afgelopen keer. Ik ben gewoon enorm geconcentreerd bezig met zoeken naar de plaatsen, zeg maar. Het is echt een zoekaflevering, schijnbaar. Ook wel gelijk klikken als je het nou ziet, hè. Dat was ietsje noordelijker. Oh well. Politie. Oké. Hier hangt heel veel van af. Van deze... Kan ik... Ah, ik had gehoopt dat ik... Oké. Of auto's gelet. Wit. Dit is... Dit is... Ik heb oprecht geen idee. Voorlopig. Dan. Maar goed, misschien dat ik zo meteen nog iets vind wat... ...met een hele hoop gaat helpen. Dammit! Ik had gehoopt dat die vrachtwagen er zou blijven staan. Maar helaas. Ik heb echt oprecht geen idee waar dit gaat zijn. Mexico? Guatemala? Ik snap dit zo niet, hè.
Ik zeg Mexico of Guatemala. Het zou kunnen kloppen, want volgens mij zag ik op die vrachtwagen, maar goed, dat zag ik niet heel duidelijk, zag ik punt bla 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 T staan. Dat zou dan GT kunnen zijn. Ik denk niet dat ik groep buffer had. Nope. Damn it! Freaking Mexico. Oh well. Het is wat het is. Maar goed. Dat was hem voor deze keer. Morgen weer een nieuwe en een... ja. We kennen het verhaal. Tot morgen.